Breda Nu. Je weet het meteen. Na de Japanse overheersing was de verworven vrijheid in toenmalig Nederlands-Indië helaas maar van korte duur. En kwam de verschrikkelijke Bersia-periode, de vrijheidsstrijd van de Indonesische bevolking. Op 15 augustus wordt in het zorgcentrum Raffi stilgestaan bij deze zwarte periodes met haar vele slachtoffers. Namens de stichting Ariati heet ik u van harte welkom. Mijn naam is Walter Kessels en ik mag dat als een van de vrijwilligers van Ariati met heel veel eer doen. Het bijwonen bij deze plechtigheid op 15 augustus 1945 is altijd een grote gebeurtenis. Met name voor diegenen die dierbaren hebben verloren, familie hebben verloren en daar nog steeds de gevolgen van ondervinden. De capitulatie van Japan. Vandaag is dat, dat heeft Walter ook net verteld, precies 70 jaar geleden. Dat feit ligt weer heel lang achter ons. Maar ook steeds weer dichtbij, als een markant punt van onze Indië-geschiedenis. Straks, lieve mensen, neem de 1 minuut stilte bezit van ons allen. 1 minuut stilte per jaar. 60 tikken van de klok. Veel en veel te weinig om je goed te realiseren wat een hoge waarde het leven in vrijheid eigenlijk heeft. 70 jaar. Dat klinkt aan de ene kant als heel lang geleden. Maar aan de andere kant hebben we het over gebeurtenissen en verschrikkingen die nog vers in het geheugen gegrift staan. Het is nog maar 70 jaar geleden dat er, op papier, een einde kwam aan die vreselijke oorlog. Het is nog maar 70 jaar geleden dat de samenleving in de Oost afgleed in geweld en barbaarse praktijken. Het is nu 15 augustus 2015. 70 jaar geleden, 1945, eindigde de Tweede Wereldoorlog. De Duitsers en de Japanners hebben zich overgegeven. Mijn overgrootopa Wissel is dan al omgekomen toen een Engelse piloot zijn bommen moest laten vallen, omdat hij achterna werd gezeten door een snel Duits vliegtuig. Deze bom viel op de Balfourbrug in Breda, waar mijn overgrootopa fietste. Mijn Indische overgrootopa, die knielmilitair was, zat tijdens de capitulatie gevangen in een jappenkamp, waar hij moest werken aan de Burma-spoorweg. Aanwezig. Wij gaan nu over tot de officiële herdenkingsceremonie.
Voor mij best emotioneel. In welk opzicht? In welk opzicht? Nou, ik heb het allemaal meegemaakt. Het Jappenkamp. Ik was een jongetje van 10 jaar, ging naar het jongenskamp toe. Ik heb mijn ouders gemist. Heb het grootste gedeelte in het Bangkokkamp in het ziekenhuis gelegen. Gevochten met de dood. En dit was dus even emotioneel. Stijn, jij hebt een toespraak gehouden. Mijn complimenten. Hoe ben je erop gekomen? Nou, Magda die heeft mij gevraagd om een toespraak te houden. Omdat eigenlijk alleen maar oudere mensen toespraak houden. En ze wouden een keer iemand die dus wat jonger een toespraak ging houden. Heb jij dat zelf geschreven? Helemaal zelf geschreven? Ik heb hem eerst helemaal zelf geschreven. En daarna heeft mijn vader dus geholpen met wat aanpassingen nog in het verhaal. Of dat nou bij moest of niet. Hoeveel werk heb je hier aan dit hele evenement als vrijwilliger? Donderdags opbouwen, maandags afbreken en ertussendoor ja, alles klaarzetten. Dus ja, eigenlijk komen we te vrijwilligers tekort eigenlijk hoor. Maar... Dus bij deze een oproep voor vrijwilligers? Eigenlijk wel ja. Ik zeg, er zijn er zoveel bij Raffi. Ik zeg, tentje opbouwen. Ik zeg, dat is toch zo gebeurd als we met z'n allen hier naartoe komen. En wat houdt het allemaal in? Dus behalve tent opbouwen, zijn er nog... Andere werkzaamheden als vrijwilliger? Geluid, de tv, ja, het koor, alles eigenlijk wat erbij hoort. Voor de oudjes alles klaarzetten binnen, ja, noem maar op. Breda Nu. Je weet het meteen.